Ik ben Griet Mensgaert. Ik ben zowel beeldend kunstenaar als schrijver. Een multidisciplinair schrijver. En ik ben geboren in Vollezele, een prachtig dorp aan de Belgische taalgrens. En woon sinds 2003 in Eindhoven. Wie wordt de nieuwe stadsdichter van Eindhoven? Op dinsdag 29 september wordt in het Parktheater bekendgemaakt wie de opvolgster wordt van Merel Morre. De drie kandidaten zetten vast hun beste beentje voor. Toen ik ze thuis ging vertellen dat ik zou verhuizen, viel dat niet zo goed. Nederland is taboe als nieuwe woonplaats voor een Belg. De mensen schreeuwen daar keihard voor de hand liggende dingen zoals... Gezellig, joh, wat gezellig. Kleden zich sportief, galant is tijdverlies. Excentriek in feite niemand, modest daartegen iedereen. Hardwerkend, noest en regelmatig, trots, helder en stipt. Op het overdrevene af, ook in Brabant voor een Belg. Vestiging in Holland is compleet niet te doen voor een Belg. Ja, mijn ouders, zij kregen het zwaar. Je kind te verliezen aan een Nederlander is hetzelfde als dat iemand op een handgemaakte praline gaat zitten, zo waar. De eerste keer dat er verzoening oprees aan de einder, ontwaarde ons moeder het Evoluon, waar zij ooit op schoolreis bleek geweest. Daarmee introduceerde zij de familiegeschiedenis in mijn nieuwe stad. Een ware tractatie voor haar lieftallige telg. Een kleine revolutie voor een Belg.